Thijs Hendricks Tweewielers in Wanrooij is de specialist in de regio voor uw fiets en accessoires. Zwembad Het Hoogkoor in Boksmeer gaat op zaterdag 22 juni proberen het wereldrecord watertrappelen te verbreken. Olga Flintrop, locatiemanager, hoe gaan jullie dat doen? Wij gaan proberen om zoveel mogelijk kinderen, jongeren, volwassenen hier naartoe te halen. En proberen dus met zoveel mogelijk tegelijk te gaan watertrappelen, 10 minuten. Alle zwembaden van Optisport doen mee. De bedoeling is dat alle zwembaden op hetzelfde tijdstip gaan watertrappelen. En dat we zoveel mogelijk deelnemers krijgen om het record te kunnen verbreken. Hoeveel deelnemers deden er vorig jaar mee? Vorig jaar deden er landelijk 1231 deelnemers mee. In Boksmeer waren dat er 23. Dus dat moet makkelijk, dat moeten er makkelijk veel meer kunnen zijn. Hoe komt het dat er zo weinig mensen vorig jaar mee hebben gedaan in Boksmeer? Vorig jaar was het een nieuw evenement en vrij laat bedacht. Weinig tijd om het goed te promoten. En ja, dit jaar hebben we iets meer tijd, dus we hebben alle scholen hebben we benaderd. We hebben de zwemclub hier, BZNPC, hebben we meteen benaderd. Want dat zijn natuurlijk fanatieke zwemmers die hier al heel veel komen. De verenigingen hebben we aangeschreven, Acros, alle andere clubs die hier sporten. Het gemeentehuis heb ik uitgenodigd. Kranten, dus het bad moet gewoon vol hier. Want wie mogen er allemaal meedoen? Iedereen met een A-diploma mag meedoen, die dus enigszins vol kan houden. Ook kindjes met een A-diploma mogen gewoon meedoen, jong tot oud, iedereen is welkom. Want wat is eigenlijk het doel van watertrappelen? Het doel van watertrappelen, bij diploma A leren kinderen watertrappelen met als doel om te overleven. Dat als ze ergens in het water vallen, dat ze zichzelf kunnen redden, dat ze niet meteen in paniek raken. En ja, dat ze het hoofd boven water kunnen houden en zichzelf kunnen helpen en om hulp kunnen roepen. Dus. Wat komt er bij watertrappelen kijken, bij goed watertrappelen? Ja, bij goed watertrappelen moet de stand van het lichaam verticaal zijn. Dus je mag niet liggen in het water, hè. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Het hoofd moet boven water. Ze hoeven niet de vingertjes meer in de lucht zoals vroeger was, maar je mag gewoon een beetje meebewegen met je armen en dan 10 minuten vol zien te houden. Wordt er ook streng gecontroleerd? Wordt er toezicht gehouden tijdens die 10 minuten watertrappelen? Ja, wij gaan zeker zorgen voor voldoende toezicht. Want ja, we denken toch wel dat het heel druk gaat worden. En het moet niet zo zijn dat kinderen in paniek aan elkaar gaan hangen. Wij zorgen dat we voldoende mensen hebben die het goed in de gaten houden. Eventueel het zwembad delen in vakken. Maar veiligheid is zeker gegarandeerd. Zaterdag 22 juni dus. Hoe laat wordt er gewatertrappeld en kunnen mensen zich opgeven of mogen ze hier gewoon binnenkomen lopen? Mensen mogen gewoon binnenkomen lopen. Er is geen entree, dus ze kunnen gewoon gratis naar binnen. Watertrappelen begint precies om 11 uur tot 10 over 11. Daarna mag iedereen lekker recreatief zwemmen tot 12 uur.